Hallo kijkers van Harm Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. De allereerste vlog na Schotland. Ik moet wel zeggen dat na alle vlogs zoals Storming Scotland en zo, het weer een beetje ongemakkelijk is dat ik hier weer compleet in mijn eentje sta. Ik weet echt nog als de dag van gisteren, het is nu 3 dagen geleden dat we geland zijn, maar ik weet als de dag van gisteren hoe Scotland was. En hoe gezellig die groep was. En nu dan loop je weer alleen naar Brabant. Er zijn zoveel hoogtepunten die ik heb gehad op Schotland. En ja, het is grappig dat het opeens weer zo anders is. Want vroeger zei ik altijd, solo opnames zijn de beste. Maar tegenwoordig weet ik echt heel erg anders. Het is veel leuker om samen met iemand te vloggen en andere mensen in de titel te gooien. Dan natuurlijk om alleen op Ameland rond te lopen. En natuurlijk is Schotland ook in tegenstelling tot Ameland eigenlijk een plek waar ik waarschijnlijk niet zo heel snel meer zal komen. Op Ameland weet ik ongeveer echt alles te vinden, maar in Schotland is het nu waarschijnlijk ook een afgesloten hoofdstuk. Maar ja, op Ameland liggen ook nog genoeg geheimen. En dan rijd ik ook vandaag op de fiets van mijn vader. Dus ik heb hem heel goed op slot gezet. Want wat nog vervelender is dan je eigen fiets kwijtraken, is om de fiets van een ander kwijt te raken. Dus dubbel slot, kan niks mee gebeuren. En sowieso, op Ameland dan moet je kijken wanneer de volgende boot gaat of degene er al vandoor kan zijn. Dus zoveel kan het niet kosten. Het strand. Zou ik net als in Loch Ness nog durven om hier ook de zee in te gaan? Ik weet zelf niet wat kouder is. Ik ga ervan uit dat Loch Ness een meer is wat door bergwater gevuld wordt. Dus dat het een stuk kouder is. Ik heb mijn zwembroek mee, maar misschien in een volgende vlog. En misschien wel helemaal niet. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Het is volgens mij wel een stuk warmer hier overal dan de vorige keer dat ik hier was. De vorige keer had ik ook het idee om te gaan zwemmen, maar toen durfde ik dat eigenlijk niet. Eigenlijk durfde ik dat bij Loch Ness en het andere meer ook niet. Maar was het meer de groepsdruk die me tot waanzin dreef. Maar misschien, ik zou het zelf wel willen proberen. Helaas ben je tot je 18e altijd nog verplicht om voor heel veel dingen toestemming te vragen aan je ouders. En misschien is dat ook wel handig als ik met een nat pak thuis kom, dat ze tenminste even weten waar ik vandaan kom. Het is ook wel extreem stil hier. Ik merk dat ik na Schotland heel erg gewend ben om telkens in een groep te lopen en zo. En nu loop je opeens weer in doodse stilte over een eiland. Wat een veranderingen, mensen. Het is een beetje alsof ik Schotland verslaafd ben. Even een kort geschiedenislesje tijdens de... Hallo? Oké, even een kort geschiedenislesje. Natuurlijk toen in de Tweede Wereldoorlog is Ameland ook veroverd. Dus toen hebben de Duitsers daar 2 nazi-bunkers neergezet. Daar ben ik in vlog 50 of zo ook geweest. Alleen is het nadeel dat ik die nu nergens meer kan vinden. Maar ja, een bunker loopt niet zomaar weg. Die staat hier ergens en dat krijg je de komende 100 jaar niet weg zonder zware explosieven. Dus dan weet je meteen dat het sowieso aan mij ligt, dat ik dat hele ding nergens kan vinden. Maar de vraag van deze vlog is dus inderdaad wel, waar is de verlaten nazi-bunker dan wel gebleven als ik hem niet kan vinden? Ik ben nu ongeveer het halve strand door geweest, nergens te zien. Ik sta hier wel naast de airport van Ameland. Dus zo'n, ja, hier kan je met een vliegtuigje en dan ben je sneller dan de watertaxi en sneller dan de boot. Dus dat is wel heel handig. Zo, nu heb ik het warm. Dus zoals Arnoud zou zeggen, het is tijd voor een ventilatiemomentje. Stukken beter.
Vakka Frodo vloggers, het is de tweede dag. Hier achter mij ligt een beetje een gevaarlijk weggetje. Jullie zien hem net niet helemaal goed. Maar tijdens de opnames van Harme Frodo vlog 51 ben ik een keer keihard onderuit gegaan. Waarmee ik beide poten van mijn statief toen gebroken heb. Waardoor ik een nieuwe moest kopen. Gisteren ben ik dus die kant op gegaan, richting de vuurtoren en richting het strand wat daar ligt. Nu ga ik naar achter mij, dus als we die nazi-bunker ergens willen vinden, moet die daar liggen, want daar ben ik al veel te ver geweest. Dus dat wordt onze nieuwe task. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Dit soort dingen zie je dus overal op Ameland, omdat hier altijd schapen over de dijken lopen. Als eerste vraag ik me af, waarom zit hier zo'n ding en hierachter niet? Maar misschien dat de schapen daar dan lopen, dat zou ook kunnen. Ten tweede, waarom staat het bordje van pas op veerooster, waarom staat die hier? Je moet toch even in gedachten kunnen nemen, hè? Dat als iemand aankomt rijden, die heeft dat bord nog niet eens uit voordat hij drie benen gebroken heeft. Op dit veerooster. Ik moet zeggen, wat ik altijd knap vind aan vloggers, is dat ze altijd op elke plek wat te melden hebben. Dat ze ergens midden op een dag staan en denken, nu moet ik tegen mijn kijkers dit en dit vertellen. Maar toen bedacht ik opeens, dat heeft eigenlijk helemaal niks met vloggen te maken. Want mensen doen dat al jaren zo. Ze zeggen altijd dat Julius Caesar zei, ik kwam, zag en overwon. Nou, toen dacht ik daar eens even over na. Hij zegt eigenlijk helemaal niks. Hij zegt, ik kwam. Nou, ik kwam hier ook. Ik zag. Ja, wat zag hij? Misschien zei hij wel, ik kwam, ik zag koeien, moeras, Hollandse kaas, Neandertalers, brood, akkers, bomen, Flevoland. Oh nee, dat was ik toen nog helemaal niet. Uiteindelijk kwam ik dus op de conclusie, vloggen, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Maar toen bedacht ik, er zijn ook een hoop mensen die vloggen niet, maar daar is het wel voor weggelegd. Neem bijvoorbeeld Thierry Baudet. Dat zou een perfecte vlogger kunnen zijn. En dan zie ik jullie allemaal al denken, Thierry Baudet, die man, die wil ik nog niet eens als hulpvader op mijn sportdag. Maar hij kan veel meer. Moet je eens nadenken wat hij op zo'n plek zou zeggen. Moet ik even zo'n goede elitaire stem opzetten. Thierry Baudet die zou hier gewoon kunnen staan. En die zegt, deze oikofobische bomen zijn een prima teken dat Boreaal Ameland is toegenomen. En hier, daar, de duif van Minerva. Dat is gewoon de tactiek van te moeilijke woorden gebruiken, zodat niemand je vlog begrijpt. Maar iedereen denkt, hè, die man heeft toch een punt. Yes, boys, we zijn weer terug bij het, je kan het niet eens meer lezen, het Douwe de Boerhek in ieder geval. Oh, wat heeft dit hek toch een prominente betekenis op Ameland. Ja, en dit is dan de bekendste, de meest brede weg op heel Ameland. En daar rijdt 1 auto per minuut. Yes, jongens. Echt, ik vraag me af wie dan heeft bedacht dat deze weg moest worden aangelegd. Je kon toch ook nog altijd via de duinen gaan? Of nee, dat kan eigenlijk niet met een auto.
when you want to get off the darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Vandaag is ook alweer de allerlaatste dag op Ameland. Ik heb jullie natuurlijk niet heel erg meegenomen op deze vakantie, omdat het verder ook een hele rustige vakantie was. En daarmee bedoel ik dan dat ik niet echt hele bijzondere dingen gedaan heb buiten de dingen die ik in de vlog gedaan heb. Omdat natuurlijk, ik kwam terug van Schotland, ik was moe, ik ging die vlogs editen en ik heb veel huiswerk gemaakt. Dus ja, verder verandert er dan ook niet heel veel.